Eén zo'n mooie partyspeaker is natuurlijk leuk. Maar wil je een beetje goed feestje geven, dan heb je stereogeluid nodig. Dat kan natuurlijk allemaal bekabeld. Maar deze partyspeaker kan het gewoon draadloos. In deze video leg ik je uit hoe. Bluetooth Serial Pairing stelt je in staat om twee Bluetooth-apparaten tegelijk te koppelen en audio in stereo te ervaren. Hier heb ik twee Bluetooth-apparaten die we gaan koppelen. Laten we beginnen met stap 1, het opzetten van een Bluetooth-verbinding met speaker. Wat je als eerste doet, je drukt als eerste op mode. Dan hoor je een tingeltje en dan gaan we verbinden. Je pakt vervolgens je telefoon, je gaat naar instellingen, je gaat naar Bluetooth. Je ziet hem ertussen staan, daar is hij, Phantom. Je klikt op Phantom. En als het goed is, is hij verbonden. Nu zijn we klaar voor stap 3. Hou de play, pauze of link knop op speaker 1 en speaker 2 tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. Wanneer de koppeling succesvol is, hoor je een geluidssignaal. We gaan eens eventjes kijken of dat werkt. Ter bevestiging. En kijk eens aan. De speakers zijn nu succesvol gekoppeld via Bluetooth Stereo Pairing. En dat is eigenlijk alles wat je moet weten. Het is een geweldige manier om gemakkelijk voor stereogeluid te zorgen. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat ze achter in de reacties hieronder. Geef deze video een duimpje omhoog als je van genoten hebt. En vergeet niet te abonneren. Doei! Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat.